Yo mensen, super tot je me kijkt bij deze nieuwe video. We gaan vandaag weer in de Touran. En dan speel je van samen met een collega vandaag. En ik weet niet hoe deze collega ik heet. Weet jij dat? Nee, dat wil je me ook niet vertellen. Nou, we gaan vandaag weer lekker in de Touran. Echt natuurlijk nog wel mijn favoriete wagen, moet ik zeggen. Nou, helaas niet meer te krijgen. Maar ja, dan laat ik het gewoon lekker aan jullie zien natuurlijk. We gaan super toffe diensten van maken vandaag. Zoals ik dit soort zeggen dat wij in dienst zijn. En we gaan een super mooie dienst van maken. Vergeet allemaal zeker niet te abonneren. Vergeet ook geen duim omhoog te doen. Zal super tof zijn. En dan zie ik hier gelijk iemand met een kapot voertuig. Spreek de politie. Stop uw voertuig onmiddellijk. Ja, meneer, gaat er vandoor. Eenmaal achtervolging van een SUV. Ja, zet uw voertuig op de stoep stil. Nou. Hij gaat er zeker niet overgeven. Dat zie je wel, dat gaat hij zeker niet doen. We gaan even een collegaatje erbij halen. Oh, het loopt eventjes vast. Er gebeurt altijd eventjes of zo, en als je niet dan moet je een auto in spannen. Ik heb een collega gevraagd om assistentie. Assistance required in La Mesa. Rijd alsjeblieft prio 1. Dikke Audi. Van de verkeerspolitie helpt ons vandaag. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Jongen, deze man, die moeten we echt oppakken, deze man. Nou, collega, je hoeft niet te roepen hoor. Hij luistert niet. Even goed oppassen. Zo, deze auto die knalt er nog wel echt op hoor. Onze Touran. Ik laat even die Audi even voorgaan. Die Audi houdt hem toch wel makkelijker bij. En die Audi houdt het toch wel iets makkelijker bij dan ons. Ja, die Audi, ik weet niet wat hij aan het doen is, maar hij kan ook niet rijden. Nou, we gaan in de bergen. Stop. Nou, geloof me, die gast wil niet stoppen. Hij wil wel echt van ons af te komen, die man. Maar ja, dat gaat niet lukken, want ik rijd hier in de Touran en hij rijdt daar in een Audi. En vooral die Audi, daar kom je al helemaal niet vanaf. Dat is lastig. Stop is. Gewoon lekker de rem indrukken, dat is super leuk. Of die handrem is omhoog, dat is ook leuk. Hij is echt niet van plan om te stoppen, dat zie je wel. Hij is echt niet van plan om te stoppen. Nee, die wil echt niet stoppen. Nee, dat is echt lastig. Hoe ga je hem nou stil zien te krijgen? Want dat was best lastig. Onze collega van de Audi is serieus gewoon gestopt. Oh. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Nou. Autootje deze kant op. Een collega vraagt om een assistentie. En nog eentje dan. Hier spreekt de politie. Nou, ik heb toch even wat twee autootjes erbij gehaald. En nog een Audi. 2010, we hebben
Oh, nu heeft hij twee Audi's achter zich aan. Aan de kant. Wat een lange achtervolging. De verdachte bevindt zich nu op de snelweg. Uitstappen, laat die handjes zien. Handen laten zien. In betaal gehouden. Zal ik mijn wapen even weg doen? Kijk. Gipes, ja. Tja. Een collega vraagt. Dan zal ik heel eventjes mijn auto van de kant zetten voor mijn collega. Zal ik even mijn auto even in mijn haar laten repareren. Even het oranje aandoen. En dat oranje is eigenlijk bijna wit eigenlijk. Ik weet ook niet hoe dat komt. 1201, 1201. 1201. 1, Lincoln 18. We have vehicles racing and the Maze Bank Stadium. 1205, ik ben onderweg. Kom bij collega, stap maar in. En sorry hoor jongens. Het is eventjes zo. Gewoon even oppassen. Pas op, pas op. Je hebt zo'n mooie auto. Pas op. 1201, 1201. We krijgen ondertussen alle meldingen binnen. We have an officer requiring assistance. Nou, kijk. And Davis. Ik moet niet naar het vliegveld gaan. En dan ga ik nou wel eigenlijk. 1205, ik ben onderweg. Wat doet deze Audi hiervoor? Wat doet mijn collega aan die Audi? Nou ja, komt helemaal goed. Nou, we zijn weer aanwezig. Ik heb ons roepnummer nog niet eens verteld. Ons roepnummer is altijd 2801. En dat heb ik ook altijd in games. Daar ben ik ook altijd 2801. Zo. Dan gaan we hier rode snelweg op. En dan gaan we ook ondertussen auto's controleren als het moet. Misschien ga ik binnenkort ook alweer een keer een Camar-dienst draaien. Dat wil ik ook al gaan doen. Lekker een Camar-dienst draaien. Misschien in de B-klasse van de Camar. Of misschien ook in de Touran als de Camar. Want je kan er gewoon een Camar-skin eroverheen doen. Dus laat het allemaal lekker weten in de reacties. Voor zie je in eerste instantie een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Ja, daar gaan we naartoe. We moeten wel een beetje aan de roleplay houden. Dus een beetje aan het echte leven. Dus we moeten eventjes een afslag nemen. Waar is de volgende afslag? Kijk, ga je hier af? Als ik zeg dat ik hierheen wil komen. Of ga je zo? Ja, dan kan ik via zo raar heen. Oké, top. Dus even een paarse lijntje volgen. Damn Daniel. Zo, steek die mindervinger op naar mij. Maar je wilt die vechten, vriend. Zo, dan rijden we hier ook met prio 2 even volgende toe. Maar als het nodig is, rijden we ook even prio 1. Zoals hier. Want die horen ons niet aankomen. En die zien daar ook niet. Oh. Sirenes door elkaar heen. Wacht, kijk. Oh ja, nu gaat het pijltje ook wel de goede kant op. Ik hou het wel lekker zo. Ik weet niet wat hij aan het doen was, maar ik hoop dat jullie dat ook horen. Iets van geschreeuw of zo. Wel raar. Iets van geschreeuw. Heel raar. Nou ja, wij hebben op het moment een andere melding, anders was ik daar wel even gaan kijken. Ja, niks toeteren, ik moet er langs. Iets met een auto-ongeluk. Zo joh, gek. Kon niet rijden.
Even kijken, het auto-ongeluk is hieronder. Oh nee, hier. Hoi. Tot de auto hier zo neer. Hoi. Goedemiddag. Hoi. Speak. Hoi. Wat is er aan de hand? Ben jij oké, zeg ik. Hij zegt ja, hij zegt, want ik ben oké. Iemand heeft mijn auto geraakt. En dan is hij weggegaan. Zo, die ging heel snel weg. Alright, wil je dit in de any information? Dus dat we... Even kijken, de license. Wow, het gaat veel te snel. Ik moet toch vertalen. Oh nee, het gaat veel te snel. Een gespoorde code 3. Oh, volgens mij hebben we de persoon gevonden. Mevrouw, wilt u eens even stoppen? Mevrouw. Hé, hey, maar meneer, in ieder geval bedankt. Jij mag weer verder. Oh, laat maar. Ik dacht even dat het bijna die vrouw was. Kom hier, collega. We moeten door. En door te zien rijdt dat voertuig ook. Dus er is, dus als ik een beetje kon begrijpen, want ik moet nog helemaal gaan vertalen dan, alleen die tekst ging heel snel weg, die tekst. Maar als ik een beetje kon begrijpen, even een kleine samenvatting. Dus iemand heeft dus de, van hem zijn auto aan de achterkant geraakt, zoals we zagen. Dankjewel. Jongens, mak eens. Hij rijdt gewoon door, joh, hij is gek. Maar hij denkt natuurlijk achter hem aan zit. Nee, jongen. Maar dus dan is hij dus die een crash gehad en die reed gewoon verder. Dus dat is strafbaar in Nederland. Maar overal wel. In ieder geval ga je weg van de plaats delict of zo, toch heet dat. Dat je in ieder geval weggaat van de plaats delict. En dat je dan kan je gewoon, dat is gewoon verboden, want je moet gewoon bij de ongeluk blijven. Totdat de hulpdiensten er zijn. Ik moet even oppassen nu, want nu komen we in de buurt. En ik wil niet gelijk dat diegene weet dat wij er zijn. Dus ik rij eventjes, dus ik maak even gebruik van mijn vrijstelling. En ik zie zeker wel de auto. Oh, die is helemaal toteloos. En die weet nou zijn dat we... Zijn we er snel af. Ja, die weet nou dat we achteraan zitten. Zo gaat er vandoor, kapot voertuig. Het is een Humvee-achtig iets. In ieder geval wel een breedje richting SUV. Kapotte achterkant. Grijs voertuig. Ik weet niet welke merk. Een beetje SUV. Er zitten twee mannen in. Twee mannen. Gaan er vandoor. En graag een collega zit deze kant op. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required on Elysian Field Freeway. Rijdt alsjeblieft prio 1. Hij rijdt een B-klasse. 1202 OC, we komen eraan. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Oh. Voor mij heeft hij ook nog iets gedronken, heb ik het gevoel. Of iets... gebruikt. Hoi. We hebben zicht op de verdachte. Oh, pas op. Nou, de verkeerspolitie komt ons ook helpen. De verkeerspolitie. Die komt ons vandaag even ondersteunen, is wel fijn. Nou, hoe gaat hij rijden? Hoe ga je rijden? Ja, je probeert het nog af te snijden. Nou, jammer vriend. Want ik rij ook hier. Hier, rijden jullie maar even voor, jongens. Rij dan voor! Want die Audi moet even voor rijden. Pas op, jongens. Persoon rijdt heel erg gevaarlijk over de snelweg heen. Denk er ook aan dat er nog ander verkeer bij is. Ja,
Top. Staan blijven. Ik ga hem proberen te pitten, ja. Wacht hier, request pit. You are clear to pit, perform pit. Is goed, ik ga pitten. Het is niet helemaal gelukt, zoals je kunt zien. Oh, ik dacht dat hier nog iets kon. Maar ik ga hier geen, weg afzetten, want dat is hartstikke gevaarlijk. Een collega vraagt om assistentie. Eigenlijk. Rijd alsjeblieft prio 1. Probeer hem nog steeds te pitten. 20. Ja, maar die auto is veel sterker dan mijn auto, heb ik het gevoel, joh. Ja, joh, die auto die krijgt, mijn auto lukt, krijgt dan niet voor elkaar. Ik spreek de politie, stop de voertuig onmiddellijk. Ja! Ik spreek de politie, zet de voertuig op de kust. Lukt me nog niet helemaal, jongens. Ga eens aan de zijkant, man. Jeetje. Er wordt een lang achtervolging dit. Nog steeds niet, hè, tegen de ding al. Jammer. Ze zijn van de snelweg af. Ja, dat zie ik ook. Nee. Nou, dat lukt me echt niet. Oh, we gaan het strand op, Pas op jongens. Hier is deze auto niet goed voor gemaakt, moet ik zeggen. De auto even laten repareren, want hij rijdt niet meer zo lekker. Kijk, nu rijdt hij veel lekkerder. Maar ik vind het ook weer zo overdreven om vehicle cold mode aan te zetten, vind ik ook weer zo overdreven. Jongens, haal dan in. Oh, nu gaan wij wel het voetgangersgedeelte op, want dat is heel gevaarlijk. Oh, daar gaat de lantaarnpaal. Oh, dan moeten ze allemaal, als wij ze te pakken krijgen, moeten hun hoop. Dan denken dat het allemaal vergoed wordt, nou zeker niet. Dan gaat gewoon toch van hun verzekering af ofzo. Of als de verzekering dan niet eens wil ofzo, dat kunnen ze ook zeggen. Je reist de zee in, dat is ook leuk. Ja, maar hier, hoe kan je hier iemand makkelijk hebben? Dat weet ik niet. Op het strand, dat is wel lastig. Ik ga gewoon nog eens pitten. Ja, hij rijdt nou recht op een collega af. Ze zijn verongelukt. Oh, ik geef gas. Ja, stop. We hebben ze. Taser. Nou ja, ik probeer van 10 km afstand te taseren. Nu ga ik hier alvast een dingetje voor regelen. Flatbed. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required in Del Perro Beach. Nou, ik zeg, we zijn wel met collega's genoeg. Staan blijven. Oei. Nou, we zijn wel weg met agenten genoeg, dus ik jou. Kijk, er komt nog een B-klasse aan.
Ik zal eventjes iets proberen, ik moet even oppassen, want het water is de auto, dat is de grootste vijl van de auto. ik hoop dat we nou een motoragent krijgen. We've got a code 99 in Del Perro Beach. Ja, die hebben we. Rijdt alsjeblieft prio 1. Ik ga even met die andere mee. 1202 OC, we komen eraan. Ja, of een Audi, want dat is die State Patrol is bij ons de verkeerspolitie, dus. En dan denk je ook van ja, maar die krijg je, maar die krijg je ook bij die andere. Ja, dat klopt. Maar dan is het dan weer net wat anders. Zal ik voor jou eens even een transport regelen dan? Transport voor suspect. Een collega vraagt om uw assistentie. Assistance required. Welke voor hem kijken? Oh. Die is ook weg. Nou. Dan wordt hij lekker opgehaald. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We have shot fired at an officer in Strawberry. Rijdt alsjeblieft prio 1. Zo, kijk eens al, helemaal top. Zo, die is aangehouden. En dan zeg ik mensen bedankt voor het kijken. Vergeet zeker je duim omhoog te doen, vergeet niet te abonneren. En zie ik je later bij een nieuwe video. Later!